Mijn naam is Kees Rezelman. Ik ben projectmanager van de nieuwbouw van het Grotiusgebouw. En ik ben van het universitair vastgoedbedrijf van de Radboud Universiteit. Er wordt regelmatig gevraagd naar rondleidingen in de nieuwbouw Grotius. Uit oogpunt van veiligheid is het echter niet verantwoord om met grote groepen mensen over de bouwplaats te lopen. Er zijn gemiddeld meer dan 100 bouwvakkers aan het werk en dat gaat niet samen. Om geïnteresseerden toch de mogelijkheid te geven om een kijkje te nemen, hebben we besloten dit filmpje te maken en beschikbaar te stellen. U ziet hier de beelden van de grootste collegezaal van het Grotiusgebouw. Met bijna 500 stoelen wordt dit ook de grootste collegezaal van de Radboud Universiteit. De collegezaal krijgt moderne AV-middelen die zorgen dat de nieuwe manier van lesgeven mogelijk is. Verder bezit het een uitstekende klimaatbeheersing en op het gebied van ICT-voorzieningen worden state-of-the-art internetverbindingen aangelegd. In de onderverdieping van het Grotiusgebouw komt straks een parkeergarage, bestaande uit twee bouwlagen, waar plaats is voor circa 350 auto's en waar meer dan 1000 fietsen gestald kunnen worden. Ook is er plaats voor elektrische auto's en elektrische fietsen, want we hebben een aantal oplaadpunten.